Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Dit is poging 2, want bij het volgende filmpje stond de microfoon niet aan. En dankzij de leerling in het andere lokaal weet ik dat. Dus toen ben ik maar even opnieuw begonnen. Het andere filmpje ga ik zo wissen, dus dan is het voor altijd weg. Som 39, dat gaat over functie fx is x kwadraat min x en functie gpx is p gedeelte x. En deze functie heeft een parameter en die p zorgt ervoor dat die functie er steeds anders uit kan zien. We gaan, als we straks een oplossing hebben, gaan we het wel even plotten op de grafische rekenmachine. Ze zeggen bij som A, de grafieken f en g raken elkaar in het punt A. Bereken exact de waarde van p en de coördinaten van a. Oké, dus raken. Als twee functies elkaar raken, dan zijn de functiewaarden gelijk en dan zijn de afgeleiden gelijk. Dat kun je dan gewoon gaan opschrijven en dan hopelijk krijg je iets wat je kan oplossen. Dat is het idee. Dus je krijgt x kwadraat min x is p gedeelte x. En met die afgeleiders krijg je 2x min 1 is min p gedeelte x kwadraat. Hè? Want als je 1 gedeelte x differentieert, dan is dat x tot de macht min 1 gedifferentieerd, dan krijg je min x tot de macht min 2. Oké, nou dit ziet er niet echt super vrolijk uit. Maar wat je kan doen, je kan deze dingen op een slimme manier met elkaar combineren. Je kunt de onderste, die kun je een keer x doen. Dan krijg je 2x kwadraat min x is min p gedeeld door x, toch? En toch? Ja. Oké. Dus dan is p gedeeld door x gelijk aan x min 2 gedeeld door x kwadraat. Ik heb alles met min 1 vermenigvuldigd, zie je dat? Of eigenlijk, ik heb die naar die kant gebracht en die naar die kant gebracht. Nou, maar die p gedeeld door x, die heb ik hier ook. Dus nu kan ik deze waarde voor p gedeeld door x hier invullen. Dus dan krijg je x kwadraat min x is gelijk aan x min 2x kwadraat. En laten we alles naar links brengen. Dus dan krijg je 3x kwadraat min 2x is 0. En dat geeft x keer 3x min 2 is 0. En dat geeft x is 0 of 3x min 2 is 0. Dus 3x is 2 of x is 2 derde. X is 0 mag natuurlijk niet, want dan doet deze het niet. Dus x is 0 voldoet niet. En x is 2 derde doet het wel. Dus nu moeten we nog even berekenen wat p is. Als ik hier nog een keer vermenigvuldig met x, staat er p is x kwadraat min 2x tot de derde. Toch? Keer x gedaan dit. Dus p is 2 derde in het kwadraat. Min 2 keer 2 derde tot de derde. 2 derde in het kwadraat is 4 negende, ofwel 12 27ste. Ik heb alvast die breuken gelijknamig gemaakt, want ik weet dat hier ook iets met 27ste uitkomt. Min 2 tot de derde is 8 en 2 keer 8 is 16, dus dat is 16 27ste. Dus als ik dit uitreken, kom ik uit op min 4 27ste. Niemand heeft iets gezegd over een rekenfout, maar ik ga het maar even invullen in de rekenfout. Ja. Nee, niet een rekenfout, maar... Oh. Ik ben er gewoon even aan het kijken aan wat ik gedaan heb. Oh, wat leuk dat je hier zit trouwens. Ja, misschien. Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat het geluiden doet. Ja. Mag ik dus gewoon die twee aan elkaar gelijk stellen? Ik doe eigenlijk iets geks. Ik vermenigvuldig deze met x. En dan haal ik dat minteken weg en dan zeg ik, oh, maar dan is het gelijk aan p gedeelte x. En dan stel ik die gelijk aan wat ik dan krijg. Dus ik begin met de onderste, die heb ik keer x gedaan. En dan heb ik het naar de andere kant gebracht. En dan heb ik hier een uitdrukking voor p gedeelte x en die heb ik daar ook. Maar hoe doe ik wat daaronder staat allemaal? Dat staat bovenaan p gedeelte x. Min p gedeelte x. Maar hoe doe ik dat p gedeelte x? Dit?
Nou, omdat ik deze heb ik gepakt. Die heb ik keer x gedaan. Dan staat er 2x kwadraat min x is min p gedeelde x. Oké, okay. Ja, normale mensen die lossen gewoon de p op en die substitueren dan de p. Ja, maar ik heb het gedaan met min p gedeelde x, want dat vond ik leuker. Maar ik heb geen idee of dit goed is. Ja, dus we gaan eventjes kijken op de rekenmachine. Even de rekenmachine in beeld zetten voor de streamers. Controleren. Ja, hij staat in beeld. Oké. Okay. Hé, hey, is dat nog aan? Mooi. Goed. Deze zooi gaat weg. Die parabool, dat is gewoon, er zit geen parameter in. Dus dat wordt gewoon een x kwadraat min x. En dan is de bedoeling dat als ik nou voor p min 4 27ste invul en dat deel door x, dan zou het moeten raken. Dus nou, ben benieuwd. Ik noteer het zo, hè? Dat mag. Min 4 gedeeld door 27 gedeeld door x. Nou, oké. Parabool gaat sowieso goed. En die hyperbol. Ja, nou, ik ga even een stukje inzoomen. Dit maakt geen indruk. Wow, oké, dat ziet er wel uit alsof het raakt, toch? Ja, oké, nog eventjes, omdat we toch lekker aan het zoomen zijn, nog één keer inzoomen. En dan gaan we even kijken of we B ook kunnen. We hebben nog meer dan 10 minuten, dus dat redden we wel. Hyperbol, oh nee, parabol en hyperbol. Ja, oké, ik ben wel overtuigd. Je kan het natuurlijk ook gewoon die waarde van P invullen en alles nog een keer uitrekenen, maar dat gaan we niet doen. Oké, som B. Bij som B willen ze dat het loodrecht snijdt. En bij loodrecht snijden geldt er voor de afgeleide een andere relatie. Namelijk niet dat ze gelijk moeten zijn, maar het product van de afgeleide moet min 1 zijn. Dus f accent x keer gp accent x moet gelijk zijn aan min 1. Dat was de eis voor snijden. Dus je krijgt hier x kwadraat min x is p gedeeld door x. En hier krijg je de afgeleide van f, dat is 2x min 1 keer de afgeleide van gx, dat was min p gedeeld door x kwadraat. Dit moet gelijk zijn aan min 1. Oké, okay. Nou dan vermenigvuldig ik alles met min x kwadraat. Dus dan staat er p keer 2x min 1 is gelijk aan x kwadraat. Toch? Dus, ja, wat is wijsheid? Volgens mij schiet je geen donder meer. Je kan gewoon zeggen wat P is volgens mij. P is x kwadraat gedeeld door 2x min 1. En dan kunnen we die waarde voor P invullen in dat andere ding. Dus dan krijg je... Ik ben wel benieuwd of dit gaat lukken. Nou, een beetje spanning in het leven. Hè. Dus... Oké, okay. Dit is die formule met f accent keer g accent is min 1. Oh, ja? Toen heb ik het vermenigvuldigd met min x kwadraat. Het effect is dat hier die min weggaat en die x kwadraat. En hier gaat de min ook weg en dan komt de x kwadraat bij. En nu moet ik het oplossen ofzo. Het makkelijkste is om te zeggen wat p is. En dat kan ik doen door te delen door 2x min 1. En die waarde voor p die ga ik invullen in de bovenste vergelijking. Dus dan krijg ik x kwadraat. Min x is gelijk aan x kwadraat gedeeld door 2x min 1 gedeeld door x. Oké. Okay. Oh ja, nee, dat valt op zich wel mee. Want er valt namelijk het een en ander weg. Laten we eerst eventjes delen door deze breuk. Delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met omgekeerde. Dus hier halen we even een x buiten haakjes. X keer x min 1. En hier gaan we vermenigvuldigen met het omgekeerde. Dus dan krijg je x kwadraat gedeeld door x keer 2x min 1. Nou, nu valt er het een en ander weg. Kijk, deze x valt weg tegen een van die x'en. Want x mag sowieso geen 0 zijn, hè, want 0 is niet toegestaan. Dus je mag rustig door x delen, want x is ongelijk 0. En hier... kan je nog een keer, die x kan je ook nog delen, dus die gaat ook weg. En dan heb je die ook weg, dus dan hou je over
x min 1 is gelijk aan 1 gedeeld door 2x min 1. En dit is een kwadratische vergelijking. Dit kan je oplossen. Je kan namelijk beide kanten vermenigvuldigen met 2x min 1. Dus dan krijg je x min 1 keer 2x min 1 is gelijk aan 1. Dus dan krijg je 2x kwadraat min x min 2x, dus min 3x plus 1 is 1. Hé, maar de ene vallen weg. Dus dan hou je over x keer 2x min 3 is 0. En dat geeft dan dat x is 0, maar x is 0, dat voldeed niet, dat mag niet. Dus ik hou over 2x min 3 is 0, dus x is 1,5. En als x gelijk is aan 1,5, dan kan ik p uitrekenen hier. P uitrekenen. P is 1,5 in het kwadraat. Gedeeld door 2 keer 1,5 min 1. Nou, 1,5 in het kwadraat, dat is 9 vierde. En 2 keer 1,5 min 1, dat is gewoon 2 keer 1,5 is 3. 3 min 1 is 2, dus 2. Dus dit wordt 9 achtste. Nou, dus laten we die waarde voor p ook maar even invullen. Kijken wat er gebeurt. Ik zet het window weer eventjes op standaard. En wat gebeurt er nou? Nee, ik geloof wel niet. Oh, wat een vertrouwen. Oké, maar het geluid doet het nu toch wel? Ja, maar dat doet niet. Oh, oké. Goed. Nou, we gingen het invoeren, ja. Okay. Dus niet de min 4 27ste, maar we doen nu voor p 9 achtste. Dus 9 achtste. Okay. Dat is weer de parabool. Daar hebben we weer de hyperbol. Ja, 190 graden. Nou, dat ziet er niet zo uit. Nee, dat klopt, maar hij moet ook op square staan. Dan kan je het beter zien. Maar we gaan het ook eventjes, gewoon die afgeleiders even bekijken in dat punt. Nou, ik ben nog steeds niet echt overtuigd. Oké, als ik 1,5 invul in de ene, dan kom ik uit op 0,75. En dan zit ik ook bij die andere, dus dat zit wel goed. Oké, kalk di dx voor de blauwe geeft bij 1,5. Een helling van 2, zie je dat? En bij die andere geeft hij hopelijk een helling van min 1,5 dan. Ja, dus inderdaad, de snijder loodrecht. Mooi hè? Oké, zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Ja. Oh, je moet ook de coördinaat. Het Tristan zegt van ja, je moest ook de coördinaten berekenen. De aanpak van deze som is dat je eerst de x en de p uitrekent. En dan willen ze dat je ook nog even de y uitrekent. En dat heb ik niet gedaan. En dat kun je doen door de x in te vullen in de formule, in één van de twee formules. Dus ik heb de. Ja, dat hangt van hoe je je stelsel oplost. Maar het is bij dit stelsel het makkelijkst om eerst x uit te rekenen. Oké, goede opmerking, dankjewel. Nog andere dingen? Dan sluiten we af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.